De verkoop- en verhuurmarkt van kantoren in België is booming. In 2021 werd er een groei van ruim 37% geconstateerd. En dat komt neer op 440.000 vierkante meter aan verkochte of verhuurde kantoorruimte. Vandaag zijn we op bezoek bij een ontwikkelaar van kantoren en andere bedrijfsruimtes. Bij de keuze van een nieuwe kantoorlocatie heeft men eigenlijk de keuze tussen een bestaand gebouw dat van jaren is of een nieuwbouw. Ik vergelijk die keuze altijd een beetje met de aankoop van een nieuwe wagen. Men koopt ofwel een occasie en dat is goedkoper in aankoop, maar men heeft daarna meer verbruik, meer taksen te betalen en men heeft natuurlijk veel sneller een aantal mankementen. Gebouwen van Resolve kom je tegen in ongeveer elk belangrijk industriegebied in Vlaanderen. We denken vooral aan de Vlaamse Ruit, Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen. In welke zin zijn de nieuwe kantoorgebouwen duurzamer dan de vorige generatie? In de eerste plaats doordat ze veel beter geïsoleerd zijn. Vroeger werd daar eigenlijk bijna geen aandacht aan geschonken. Ten tweede in de technische installaties die vandaag veel performanter zijn. En ten derde heeft men een totaal andere visie op kantoren vandaag. Kantoren moeten veel meer huiselijkheid uitstralen, met veel betere lichtinval, met terrassen, met zithoekjes, met ontspanningsruimtes. Men wil een huiselijke sfeer gaan creëren die weggaat van de zakelijkheid van vroeger.